NAC won pas één keer dit seizoen. Dat was tegen ADO een maand geleden. De laatste twee duels werden verloren van Jong Ajax en van Emmen. Nu op bezoek bij het Eindhoven van clubicoon Rob Penders. En Eindhoven begint uitstekend aan deze wedstrijd. Het schot is van Brim, de Canadees. Het is het eerste waarschuwingsschot op het doel van NAC. Dat eigenlijk gewoon moet winnen, want het staat 17e. Lijon kan die bal nog binnenhouden. Seuntjens moet draaien, legt hem dan klaar. En Van Schuppen schiet die bal naast. Geen Colin Reusler bij NAC. Die is geschorst na zijn rode kaart tegen Emmen. Mario Bilate geblesseerd. Malone zoekt de ruimte. Velanas wordt opgejaagd en verliest dan de bal. Aan Rats, de Hongaar. Rats. Hernandez. En dan is het wel raak voor Eindhoven. Met een klein beetje geluk. Enrico Hernandez, de huurling van Vitesse, maakt zijn derde van het seizoen. Bal nog aangelaakt door Haaien. En een vroege achterstand voor NAC. Eindhoven vertoont de laatste weken steeds hetzelfde resultaat. Thuis wint het en uit verliest het. Dat heeft NAC een beetje in de tang in die openingsminuten. Hier weer het balverlies op het middenveld. Rats met de voorzet. Die is uitstekend. En daar is Joey Slegers. Met zijn vierde van het seizoen. Maakt daarmee enigszins die gemiste strafschop in de slotfase tegen MVV goed. En Edwin de Graaf met zijn NAC alweer heel vroeg in de problemen. Binnen 12 minuten 2-0 achter. NAC dat al 5 uitduels op rij niet wist te winnen. En dan tegen het thuis zo goed draaiende Eindhoven. Hier gaat Slegers en bijna is daar Brim. Maar Olij heeft hem. Mocht Eindhoven trouwens weten te winnen, dan wint het voor het eerst sinds februari 2018. 3 thuiswedstrijden op rij. Maar goed, er is nog een dik uur te spelen. Zoeken naar de ruimte. Het schot komt er uiteindelijk. Van Kerstens. Maar heel gevaarlijk wordt NAC toch niet in die eerste helft. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Waar Eindhoven weer beter uit de kleedkamer komt. Rats zoekt de ruimte, vindt Slegers. En daar was bijna zijn tweede. En Eindhoven's derde. Penders, misschien met gemengde gevoelens. Want speelde 10 seizoenen voor NAC. Was er ook nog assistenttrainer. Ziet hoe zijn Eindhoven kans na kans krijgt. Weer Slegers. Uit de voorzet van Hernandez. Seuntjens. Haaien. Dat is een goede bal. Kerstens legt hem terug. En dan is daar de kans op de aansluitingstreffer voor Van Schuppen. Die zich dat zelf ook lijkt te realiseren. Maar de buitenkant van de paal raakt. Lijon. Slegers. Counterkans voor Eindhoven. Met Brim. Die dan wegloopt bij Haaien. En nu alleen nog Adileo tegenover zich heeft. Brim zou hem af kunnen leggen. Maar zit daar in een lastige hoek. Kon hij het Olij niet moeilijk maken. Kleine 20 minuten nog. NAC heeft snel een doelpunt nodig. Lijon. Dat is een goede bal. En daar Seuntjens. In de handen van Bertrams. Hij schiet ze er nog wel regelmatig in de laatste weken. Ook al draait NAC niet. Hier hadden ze een treffer van hem goed kunnen gebruiken. Haaien. Ga maar eens proberen. Haaien en nog het voetje van Van Schuppen. Maar het lukt gewoon niet bij NAC. Zit al in de 93ste minuut. NAC gaat niet nog 2 keer scoren, kan ik u alvast verklappen. De enige vraag is, komt er nog een aansluitingstreffer? Haaien, nog 1 keer die bal inbrengen. En het schot van Van Schuppen in de handen van Bertrams. NAC verliest weer nu op bezoek bij clubicoon Penders. Eindhoven wint wederom thuis en de problemen voor NAC worden alleen maar groter.